Minister Krishna Kumari Mathura heeft vandaag generaal Augusto Heleno Ribeiro Pereira, hoofd van de Institutional Security Bureau van de Braziliaanse president, ontvangen voor een kennismakingsbezoek op het ministerie van Defensie. Het bezoek van deze Braziliaanse toplegerdelegatie is het bewijs van de goede samenwerking tussen de twee landen, maar vooral ook de jarenlange coöperatie op het gebied van defensie en veiligheid. Minister Mathura benadrukt dat ook de samenwerking met de Braziliaanse defensieorganisatie heel erg belangrijk is. De afgelopen maand is ook de nieuwe Braziliaanse ambassadeur Rafael Azeredo op bezoek geweest bij de minister. Tijdens dit bezoek heeft de diplomaat namens zijn regering ongeveer 16 trainingsplaatsen aangeboden aan Defensie Suriname. Tijdens deze bijeenkomsten worden diverse militaire onderwerpen besproken, zoals trainingen, werkbezoeken, deelname aan gezamenlijke operaties en deelname aan militaire activiteiten zoals parades.